Heerlijk om het zo ja. midden augustus over sneeuw, ja. ijs en verkoeling ja. te hebben. Ik knap er helemaal van op. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol. Niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. wat is de optimale temperatuur om te sporten? Heb je super getraind en ben je helemaal klaar om een PR te lopen? Laat het weerbericht zien dat het een warme stramdag gaat worden. Moet je je doel aanpassen? En hoe dan? Wat is eigenlijk de optimale temperatuur voor een duur prestatie? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Nee, hey, goedemorgen. Daar zitten we dan. Ja. Hoe voel je je? Ah, een beetje warm hè? Ja, lekker ja. van de zomer aan het genieten. Ja, nog één eerlijk. week en dan gaan we in renken van start. Ja. Ik hoop dat we weer heel veel vrienden van de show en luisteraars in levende lijven gaan ontmoeten. Ja. We hebben nog geen eigen slimme Versteren podcast-startserie. Misschien moeten we daar eens over gaan hebben. Ja. Met, uh, nou, met ik heb story. wel even getwijfeld of ik in een andere serie zou starten dan jij. Want? Want ja, kijk. Je vroeg... kan mentaal niet aan om uh, nee, in mijn stof nee, te nee, bijten. Ik heb het helemaal losgelaten. Van, ik ga gewoon mijn ding doen, jij doet jouw ding. Uh, ja. verder, uh, het is race. geen race. Nee. Nee, dat zeiden we vorig jaar ook al. Voor mij in ieder geval niet. Ik weet niet hoe jij er weer in zit. Maar... Nee, ik wil, uh, ik wil gewoon zo goed mogelijk een prestatie ja. leveren wel. Maar ja, het is natuurlijk een parcours wat zich niet echt leent om tijden te vergelijken. Ja. Nou ja, hooguit ten opzichte van vorig jaar. Ja. Uh, dus iedereen die nu luistert en denkt, hé, hey, ik ga ook volgende week in Renkum starten. Luister vooral even terug naar onze nabeschouwing van uh, Renkum. Dat, uh, de cross-triathlon in Renkum hebben we het over. Mooie, mooie aflevering. Dat dus ja. lijkt me een leuke voorpret. Vorig jaar was het ook wel lekker warm. Dat was goed warm, ja. maar niet te. Uh, niet te? Nee. Nou, licht er maar aan. Van, ja, ja, best wel, waar. Wel, wel Dat wel gaan voor we jou in jou deze Optimale avond. temperatuur, ja, Hoe Daar gaan we het nou, deze week te. eens ja. even over hebben. Ik vond dit, uh, toen deze op de agenda kwam, uh, in eerste instantie een beetje een lastige. Hij staat op de agenda omdat je hebt een mooi stuk geschreven voor uh, Topsport Topics. Ja. Uh, een platform voor topsporters waarin uh, een bepaald onderwerp helemaal wordt uitgevoerd. Voor coaches met name, ja. Aha, dus ja. Uh... En daar ben je de diepte in gegaan op het onderwerp temperatuur, het ja. effect van temperatuur op sporten. En mijn eerste reactie was natuurlijk: ja, ja, Jurgen, daar kan ik niks aan veranderen. Toch? Nee. Het is niet dat ik kan zeggen: ik ga mijn training of mijn wedstrijd. Nee, maar daarom schrijf ik het voor coaches. Eh, wat die die sturen hun atleten de weg op. Uh, wielrenners bijvoorbeeld. Ja. Met het idee van je gaat nu dit trainingsschema volgen, uh, deze vermogens trappen. Dit, uh, en uh, ja, daar moeten ze eigenlijk rekening mee houden. met dat er prestatieverlies kan optreden. als die temperatuur uh, hoog of laag is. Precies. En in die zin denken we dat het interessant is voor al onze luisteraars. Ja. Namelijk, uh, word je maar eens wat meer bewust van het effect van temperatuur ja. op jouw prestatie, zowel naar beneden als naar boven. En dus geldt ook voor... als je geen coach hebt... maar gewoon een internetschema volgt... of ja. een ander soort schema... en denkt... hey ik moet vandaag dit en dit leveren... en het lukt niet. Ja, uh, dat zou uh, te maken kunnen hebben ja. met de optuur. We hebben Dan moet die... een soort correctiefactor... misschien op toegepast en... Uh, hoe dan precies? Hoe, wat is de invloed daarop? Ik denk ja. dat het goed is om daarbij uh, stil te staan vandaag. Dus ja. we gaan uitzoeken. wat is het effect van temperatuur op sportprestatie? Ja. We hebben natuurlijk ooit al een aflevering gemaakt over sporten in de hitte. Klopt. Dus ook aan alle nieuwe luisteraars. gaan die vooral eens uitzoeken. Ik zeg uit mijn hoofd: seizoen 2 of zelfs seizoen 1. Jij nog bij de hand? Uh, ja. Oh ja, aflevering 19, 19 al. Dat is ja. uh, way, way, way back. Uh, maar nog altijd relevant. We proberen onze aflevering zo tijdloos mogelijk te maken. Um, en we gaan op het einde ook dan maar eens even valideren op on of onze huisvriend, uh, sportarts en uh, topcoach Guido Vroemen ook specifieke aanpassingen aan zijn wedstrijd of trainingsschema's uh, geeft. Ik weet het antwoord al. Het antwoord is ja. Ah. Dus laten we hem maar eens dan vragen hoe hij dat ja. precies toepast. Maar uh, eerst maar beginnen bij het begin. Uh, het effect van temperatuur, kou en warmte. Ja. Uh, hoe onderzoek je dat? Waar moeten we rekening mee houden? Waar begint dit verhaal? Ja, iedereen weet natuurlijk, als het heel warm is buiten, je gaat zweten. Sowieso. Ja. Uh, en het voelt niet fijn en waarschijnlijk ga je niet jouw PR's uh, halen. Als nee. het heel warm is, toch? Denk nee. ik dat iedereen daarmee aan de andere kant een beetje lekker warm is ook wel. Weer fijn. Uh, bij het fietsen heb je er minder last van bij het hardlopen. Ja. Nou, dat je in de basis heeft het ermee te maken dat eigenlijk uh, spieren uh, toch ja, belangrijke... Uh, uh, onderdelen van beweging natuurlijk daar moet het mee doen dat die uh, zeer inefficiënt eigenlijk werkte dus de energie die zij uh, gebruiken dan gaat eigenlijk drie kwart, uh, gaat wordt niet benut voor de beweging maar wordt omgezet in warmte in die zin precies dezelfde getal als bij een gloeilamp die ja, inderdaad ja. ook maar een kwart van zijn energie omzet in licht ja en de rest in warmte. Dat is voor sporten in de hitte. Daar hebben we natuurlijk aflevering 19 over gemaakt. We hebben het vandaag over temperatuur. Ik weet, er komt zo'n prachtige grafiek... Ja. waar we ook het effect zien aan de koude kant. Ja. Gebeurt daar hetzelfde of wat is daar aan ja, de hand? Ja, kijk, dus in principe bij, bij warmte is zoiets... dus het lichaam ja, uh, krijgt het warm van het sporten. Ja. Uiteindelijk nou, te warm. En als die buitentemperatuur hoog is... Ja, dan wil je die warmte kwijt. Nou, uh, zweten is een heel goed middel daarvoor... Andere manieren zijn bijvoorbeeld: uh, ja, uh, geleiding of stroming, dus van de lucht. Als ja. er wind staat, kun je daar wat van profiteren. Vandaar dat je zegt: een fietser heeft er minder last ja. van, want die heeft rijwind. Ja. behalve al die mensen die in de winter binnen zitten te fietsen. Maar wat we ja. En voor de prestatie, met name, is: ja, je verliest vocht, dus je krijgt minder. Uh, ja, jouw bloedvolume gaat omlaag. Nou, dat heeft consequenties dat uiteindelijk, ja, uh, minder bloed, zeg maar, in jouw circulatie zit en er is ook minder bloed naar je spieren kunnen. Ja. Je lichaam gaat natuurlijk nadenken, oké, okay, waar uh, moet het bloed naartoe? Uh, moet het, ja, die gaat extra bloed naar de huid sturen. Nou, dan gaat ook minder naar de spieren. Terwijl ja, om spieren... te koelen ook weer. Hè? Ja. ja. Terwijl de spieren hebben natuurlijk eigenlijk uh, ja, moeten een goede bloedvoorziening hebben om aan hun zuurstof te komen. Dus het is een beetje een, uh, een afweging vanuit het lichaam. Oké, okay, uh, aan de ene kant, we willen niet te warm worden. Aan de andere kant, uh, wil je ook nog sporten. Maar uiteindelijk moet uh, ja, de, de sportprestatie, uh, ja, die, die wordt toch de dupe. Ja. Omdat je nou, minder, ja, je, je gaat door dat bloedverlies, er gaat minder doorstroming van je spieren. En uiteindelijk kan je kerntemperatuur ook nog gaan oplopen. En dan gaat dat lichaam nog meer correcties ja, uitvoeren. En dan gaat de kerntemperatuur, dan gaat ook je hersenen gaan zeggen van, uh, hey, uh, no way dat wij hier uh, schade willen brokken aan ons lichaam. Dus we gaan een, een, een stapje terug doen. Ja. Dat is eigenlijk, en dat, en dat, is dat wel... merk je omdat het gewoon zwaarder voelt. Ja. Je minder goed je, diezelfde prestatie kan leveren. Ja. Dat is in feite jouw lichaam wat zich, ja. tegen, zich tegen jouzelf beschermt. Er is eigenlijk al een soort anticipatie, want dit treedt niet zozeer op, ja, zo, sowieso wel tijdens misschien, als je de ik diep moet gaan. Maar je merkt gewoon, als jij buiten bij een temperatuur van 30 graden gaat hardlopen, dat je eigenlijk van begin af aan al een stukje uh, lager in je tempo gaat. Dus die, uh, ja, dat, is, uh, dat zijn ook die. Ja, die, je hebt natuurlijk ook allerlei temperatuursensoren in je lichaam. Dus die gaan meteen al een signaal naar die hersenen sturen. Uh, let op. Vandaag, uh, die inspanning, ja, uh, dan moeten we een beetje rustig aan doen. Anders uh, dan gaat er van alles stuk in het lichaam, willen we niet. Dus dat is eigenlijk uh, de warmtekant. De, warmte kant. de ja. koude kant, ja, er gaat twee kanten op. Of er wordt gezegd van, uh, nou, heeft niet veel effect. En dat heeft dan met name, je kan je wel voorstellen als jij slecht kleedt en jij stapt de, de fiets op... Ja. ja, dan gaat er ook natuurlijk... Uh, wat je lichaam gaat doen... die kerntemperatuur die moet op orde blijven. Want ja. daar, nou, die hersenen... die mogen niet uh, overkookt uh, raken. Allerlei enzymeprocessen uh, vinden plaats... rondom die uh, ja, uh, optimale lichaamstemperatuur. Trouwens, ook wel interessant. Ja, Even een Ik zag zij zijweg aankomen. Ja. Recent in het nieuws. Ja, hè? Ja. Je, je denkt altijd, wat is nou de... Ja, de lichaamstemperatuur van mensen, 37,5 of ja, zo. Ik las de kop ja. ook. Dat lijkt uh, onjuist ja. te zijn. En dat is waarschijnlijk. Hebben ze al, uh, nou ja, van, vanuit de historie gekeken <laughs> naar. Uh, Je de... wordt ook voortvallbaar. Ja. ja, nou ja, maar dat vind ik wel interessant, toch? <laughs> ja, Want zeker. Ik denk ook steeds. Oh, wat een normale temperatuur. Ja, uh, iets 37, 37,5. Ja. Maar dat zit er toch een stukje lager waarschijnlijk, omdat in het verleden dus allerlei mensen met ja, die toch een beetje koortsig waren, ook werden meegenomen. Oh, want je wordt natuurlijk vaak gemeten in het ziekenhuis en zo. Ja, en toen was altijd het idee, ja, je, je meet gewoon heel veel mensen... en dan komt er een soort gemiddelde, Kom je uit. gemiddelde uit. Maar tegenwoordig heb je veel minder te maken met allerlei infectieziekten. Nou ja, er was er een laatste <laughs> eentje, geloof ik. Geloof ik, aan, ik hè? Ja. Die, toen werd er ja. ook heel veel temperatuur gemeten ja, natuurlijk. Er is dus ja. ook heel veel data ja. verzameld. Ja, ja heeft misschien ook, is de meting beter geworden. Alhoewel, bijvoorbeeld zo'n uh, thermometer is ja, dat heeft zijn beperkingen weet ik in ieder geval. Dus deels daardoor. Maar in ieder geval is het, moeten we wel uitgaan van dat de normale lichaamstemperatuur zeker niet op 37,5 nee. ligt. Dus vandaar dat je, je net, net in de zin. Of zo, of, uh, je lichaam ja. probeert je lichaam op. En toen hoorde ik al een ja. aasling, denk Ik oh daar komt hij. Zei je niet 37 graden, maar zei je optimale lichaamstemperatuur. Ja. En laatst kwam ik ook ergens een artikel tegen die zei: ja, die temperatuur in je hersenen. Die ligt regelmatig een stuk hoger weer. Huh? Ja, oh. dus ja, zonder als het, ik dacht eraan toen ik het woord overkoken van je hersenen. Ja, dan ga je echt heel hoog. Maar dat wil niet zeggen dat daar de perfecte temperatuur of uh, 36,8 moet zijn. Die hersenen. Ja, waarschijnlijk kunnen die ook nog wel iets met de actuele temperatuur. Net zoals de CPU van de laptop, die af en toe ja. uh, lekker wat opwarmt. Maar Precies. Nu terug. je maar was Ja, koude ging week, het kou, over. Ja, maar, nee, ik toen ja. ik de zijweg ja. aan zag komen, denk ik even goed. De dus uh, zijn. bij warmte gaan je, je bloedvaten in die huid openstaan, juist. Ja, bij koude gaan ze uh, uh, ja, uh, dicht zitten. Ja. dus je krijgt contactie daar. En uiteindelijk kan het ook zijn dat juist je bloedvaten naar jouw spieren uh, in contractie, een beetje gaan. Of in ieder geval dat de doorbloeding van de spieren ook beperkt gaat worden. Omdat ze iets hebben, ja, te koud daar. We willen gewoon alleen de kern, daar moet het gebeuren. Je hartslag gaat zo. Dat is wel het grote verschil. Met de warmte gaat je hartslag omhoog. Ja. Ja. Uh, Omdat er uh, meer circulatie moet precies, komen om meer te ja. koelen. En uh, juist bij uh, koude gaat dat omlaag. Ja, hartslag gaat lekker omlaag. En die heeft zoiets ja, laten we gewoon die, uh, de binnenkant zoveel mogelijk die mogen uh, warm bloed ontvangen. Ja. En de rest mag afknijpen. Daar, daar bekommeren we ons gewoon minder om even. En daar horen spieren dus ook bij. En op die manier en hard inderdaad wat je zegt als de hartfrequentie ook al iets omlaagt dat hartslag ja, kun je ook voorstellen dat tijdens inspanning het lastiger wordt om dat maximale bereik te gaan benutten ja aan de andere kant, uh, ja, wie gaat er nou sporten in zijn, in zijn hempje bij vijf uh, graden of uh, ja, Oké, okay. en, en het, het frispunt, is er niet maar... helemaal het seizoen voor. Het is ja. uh, midden-augustus, maar er zijn natuurlijk wel wintersporters. Ja, die in, in hè, schaatsers Klopt. die hard gaan, ja. uh, langloofers. Ja. En je kan je wel goed kleden, maar uiteindelijk heb je toch altijd te maken met, met vingers, tenen en, en neuzen uh, ja. die, die, die koud worden. Ja. Dus ik denk dat de algemene tendens is wel, als je bij extreme lage temperaturen ja, mensen bijvoorbeeld in een klimaatkamer op een fiets zet, eh, vergelijkt met hoe zij presteren bij 20 graden qua vermogens dan bijvoorbeeld, ja, dat, 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 dat de prestatie dan ook minder is ja. in koude. Nou, Alleen gaan we... de vraag is, ja, dat zijn vaak labstudies altijd geweest. Ah ja. En de vraag die dus recent is beantwoord in de studie die ik voor die Topsport Topics heb samengevat, was van ja, hoe, uh, hoe is het in het echt, in het ja. Veld? Nou, gaan we Laten we dat gaan proberen ja. te kwantificeren. Nog één kleine vraag, uh, omdat we het over temperatuur en sporten en, en ook nu kou hebben. Hoe zit dat met dit advies dat je bij uh, negatieve temperaturen, dus als het echt vriest, niet te intensief, ik ken dat uit de hardlooptrainingen, dat je voorzichtig moet zijn met. Bevroren lucht heel diep je longen inzuigen. Ja, ja, dat is dan ook nog een aspect inderdaad: van uh, dat longen ja, en, en de luchtwegen ja. vinden dat niet fijn. Dat nee. is gewoon een prikkel. Ja. En uh, een prikkel die ook uh, ja, astmatische klachten in ieder geval kan uitlokken. Toch? Ja, en dan is volgens zeker. mij de, de, de algemene wijsheid voor mensen zoals ik, wij, zou ik maar zeggen. Als het dan stevig vriest in de winter, doe maar iets rustigere ja. trainingen. In ieder geval, warming up wordt dan weer heel belangrijk. Ja, dat, natuurlijk. dat het hele systeem ja. goed aan. Ja. En door bloed dat dus. je niet ineens van uh, ja, je, je zet je longen open door in te spannen. En dan krijg je ineens een, 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 een bom aan koude lucht binnen. Ja. Uh, wat, wat gewoon een reactie geeft en een reactie. omdat dan die luchtweken juist in constrictie kunnen gaan. En uh, ja, dat wil je niet hebben. Dus. Nee. Heerlijk om het zo ja. midden augustus over sneeuw, ja. ijs en uh, verkoeling ja. te hebben. Ik ja. knap er helemaal van op. Laten we eens naar die uh, studie gaan kijken. Ja, dat is He. het voordeel natuurlijk van uh, vermogensmeter. Je ja. kan er van alles over zeggen. Of het nuttig of zinvol is voor uh, recreanten. <laughs> ja. In ieder geval voor, voor profwielrenners, coaches en, de, en uh, onderzoekers is het, is het zeer handig. Wij, uh, want zij krijgen een bulk aan data binnen van uh, topwielrenners... Uh, tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, en dan laat daar dan maar een analyse op los. In dit geval: van uh, ja, uh, hoe gedraagt zich eigenlijk die uh, vermogens? Uh, tijdens, ten, opzichte van temperatuur. ten opzichte van temperatuur. En dan is het mooie dat bij een vermogensmeter zit, schijnbaar ook een, uh, een, een thermometer, zit daarin. Een temperatuursensor, ja. 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 Dus dan krijg je die twee samen. Nou, dan ga je goed kijken. Dan laat je wat uh, modelletje of wat computermodellen uh, 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 op los. Ja. Misschien wat AI. En dan uh, voor je het weet, dan rollen die data uit. Zij hebben acht jaar lang gekeken. Wielrenners die gaan natuurlijk onder verschillende temperaturen uh, de weg op. En dan met name gekeken naar de maximale uh, vermogens die gereden worden bij verschillende uh, tijdseenheden. Ja. In sprintjes: 5 seconden, 30 seconden. Of een langere tijd: middellang 5 minuten en 30 uh, minuten. Of 20 minuten was het in dit geval. Ja. Nou, en dat. Weet uh, je tevoren, is dit race data of trainingsdata? Allebei. Oké. Okay. Ja. En uh, met het idee wel van dat mensen al uh, ja toch maximaal hun best doen en misschien hebben ze juist ook gekeken wanneer worden maximale uh, vermogens bereikt. Uh, zolang die trainingen lekker veel intervaltrainingen uh, in zich hebben, dan zit dat wel goed denk ik. Ja. Dit um, is uh, wel een vraag die ik alleen maar kan stellen omdat ik nu een aantal maanden ja. met een vermogensmeter trainen, omdat me dat dan altijd tegenvalt. Iedere training geeft ook zo'n grafiekje van ja. je vijf seconden, je dertig ja. seconden, je minutenwaarde en die valt soms best wel tegen. Maar ja, denk ik, ja maar dat heb ik ook helemaal niet nee, gedaan precies. vandaag. Ja. Zat helemaal niet in de training. Ja, dat is die uh, gerichte vermogensprofiel. Hè, ja, ja, ja je... dan moet je wel op zoek ja. gaan naar die waarden. Ja. Ja. nou ja, kijk, het feit, die krijgen natuurlijk elke dag een, uh, denk ik, krijg van elke dag data. Ja. En die kunnen daaruit wel filteren van, oh, dit was een duurtraining, dus precies. daar, uh, daar zitten uh, zinvolle data in. Nee. En uh, nou, wat zij zien is gewoon eigenlijk, uh, ik heb het uh, voor uh, de ik kijkers zeggen, thuis, Is dit hè? het moment dat we naar het ja. scherm gaan kijken? Ja, er staan ja. Uh, voor de kijkers op YouTube en voor de luisteraars in podcastspelers. Je kan dus ons ook vinden op YouTube. Zoek even op mijn naam, Gerrit Heikoop. Op YouTube vind je alle afleveringen. We hebben vier grafieken in beeld. Ja. Wat zien we? En in elke grafiek... We beginnen even bij de basis. Hè. Wat ja. is verticale als wat is horizontaal? Ja, horizontaal is temperatuur. Ja. En verticaal is op. dan uh, de power output, de, het vermogen wat geleverd wordt per kilogram lichaamsgewicht. Exact. En de vier grafieken zijn die 5 seconden grafiek, de 30 seconden grafiek rechtsboven, ja. linksonder de, wat is het? De ja, vijf vijf minuten, minuten en, en de twintig. Twintig minuten. Ja, en dan is het natuurlijk, dan kijk je even snel van hé, hey, we hebben twee lijnen in beeld: ja. we hebben de mannen versus de vrouwen. Ah. Precies. En de mannen uh, trappen stevast uh, toch uh, 10 à 15% hogere vermogens. Ja, dat is de zwarte doorgetrokken lijn. En dan kijk je nog even, hé, hey, maar bij de 5 seconden, ja, dan halen die mannen toch al 18 uh, watt per kilo, zo'n beetje maximaal. Zo. Ja. En bij uh, 20 minuten zitten ze op 6, 6,5. Ja. ja. Nou, dat is ook een beetje wat jij natuurlijk altijd te zien krijgt: je vermogensprofiel ja, ja. neemt af uh, uh, bij hoe langer de inspanning is. En eigenlijk, als ik snel naar deze grafieken kijk, ja. zien we hier precies wat je verwacht. Namelijk een, uh, ja, wat zullen we zeggen? een uur op zijn kop, ja. uh, de bovenbekant van de kaal hoofd. Ja. Oftewel in de middelste temperatuurzones tussen de 11 en de uh, 25 graden ligt een soort van plateau, ligt ja. het vlak. En aan de randen, zowel heel koud als heel heet, ja. Ja. zie je de, de, de punten naar beneden buigen. Klopt. Dus dat is inderdaad de optimale temperatuur. Zo heb ik dat ook maar samengevat en doen zij dat ook. Ligt tussen de 10 en de 25 graden. Ja. De, 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 de temperatuur Logisch. Temperatuur waarop de maximale vermogens geleverd kunnen worden. Ja, ja ergens wel. Ik, maar ik, ik vind wel verrassend bijvoorbeeld dat de sprint. Ja. Ook, oh, ik zou zeggen, een sprinten kun je altijd wel. Ja, ongeacht toch? de temperatuur. Ja. Aan de andere kant, we weten van sprinters. Ja, die moeten heel lang. Uh, doen die aan een warming-up werken. Ja, 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 precies. Echt, uh, precies. Echt voor hun is het essentieel dat die spieren meteen al op temperatuur zijn, uh, bloed een beetje opgejaagd, uh, spieren goed door bloed. Dus die doen ontzettend hun best om echt opgewarmd aan de start te verschijnen. Ja. doe me denken aan uh, wel leuk. Uh, las ik in de Volkskrant Arno Kamminga, onze uh, schoolslag. Swimmen, toch, ja, wilde ik zeggen, ja, 100 meter schoolslag, 200 meter. En die had een heel uh, apart opwarmritueel. Die ging namelijk niet zwemmen van tevoren. Oh. Die uh, trok een motorpak aan ja. en uh, met warmte-elementen daarin. En daar deed hij volgens mij nog zijn trainingsvak overheen. En dan zette hij van tevoren die warmte-elementen wel eens aan, omdat hij zichzelf echt wel een beetje wilde uh, ja, uh, echt opwarmen, tot, uh, ja, best, tot, tot aan zwetens toe. Ja. Uh, dat maar gewoon door, en... door externe warmte toe ja, te voegen. Niet uh, door zijn spieren in beweging nee. te brengen. En uh, ja, hij zei dat er was hij proef ondervindelijk achtergekomen, een keer op het trainingskamp of iets dergelijks. Hij merkte gewoon dat hij veel harder zwom als hij van tevoren echt ja, lekker aan het zweten was. Uh, ja, dat is ook dus een manier voor een sprinter. Ja, Initiatief vind ik dit dan weer een raar verhaal. Jij hebt mij wel eens uitgelegd hoe spiervezels werken en dingen die over elkaar moeten glijden. En weet ik veel. Ja, dat dat ja. is handig en als en dat op het dan het moment dan een beetje wat draait. hij in het zwembad duikt. We kunnen straks nog even hebben over zwem, optimale zwemtemperatuur. Ik denk dat we beginnen met wielrennen, gaan naar hardlopen naar zwemmen. Oh ja, kunnen leuk, we doen we even een triathlonnetje. Ja. Maar sprinters, dus uh, nogmaals, ja, die gedijen dus ook bij, uh, ja, bij warmte. Ja. Dus dat zou kunnen verklaren dat eigenlijk voor 5 seconden tot aan 20 minuten. Die vermogens een optimale temperatuur kennen tussen de 10 en 25 graden. Ja. Nou, leuk om te weten. Hè? Want, leuk uh, om te ja. weten. Vooral interessant dan, hoe ver naar beneden vallen ja. die punten aan de rand. Ja. Want dat is in feite wat we zeiden, kunnen we kwantificeren. Nou, nou, dat wat is vermogensverlies? Het nou, is toch een is. beetje als jij dus onder die 10 graden duikt en dan in de categorie van 5 tot 10 graden gaat zitten. Dan heb je vermogensverlies van ongeveer 10 procent. Ja. En uh, ga jij nog een slagje lager, dus richting de 0 graden. Ja. Ja, dan uh, gaat het richting de jij ja, iets van 18% uh, ja, vermogen. Ja. En het valt me op: de boogjes zijn een beetje scheef. Ja. Dus je verliest aan de koude kant, daalt hij verder naar beneden, dan Lijkt die uiteindelijk aan de Precies. warme kant ja. doet. En bij de warmtekant, inderdaad, hetzelfde. Dat je boven de 25 graden, na nou, iets misschien iets 8%, 8 verlies. En uiteindelijk, als jij boven die 30 graden gaat zitten, nou, dan ga je ook richting de 15% ja. vermogensverlies. Ja. Hey, en nou zijn er twee lijnen. Een stippellijn voor de dames en een ja. zwarte lijn voor de heren. Ja. Zijn er nog opvallende verschillen tussen heren en dames? Ja, Volgens mij je, niet, hè? Op dan, de eerste moet, dan moet je naar die sterretjes kijken. En dan zou je misschien kunnen zeggen dat. Maar ze durven die uitspraak uit uiteindelijk niet. Dat, dat, de vrouwen hebben het iets moeilijker bij koudere temperaturen. Ja, ja en, dat, die, die verliezen nog meer vermogen. Ja, en bij de, uh, ja, de mannen iets meer bij de warmte. We hebben een korte discussie erover of er nou... Ja, nou ja, de heeft deels te maken natuurlijk met de lichaamsbouw. Vrouwen toch iets meer vet. Nou, dan zou je verwachten, nee, die isoleren dus die ja. beter, kunnen beter tegen de kou. Kortom, zij komen er ook niet uit. Uh, heeft dan ook te maken natuurlijk met hoeveel zweetklieren iedereen uh, mensen hebben. En daarbij het, uh, eigenlijk je oppervlakte ten opzichte van je lichaamsvolume. Ja. Maar kijk, zij durven uiteindelijk zeggen ze nou grof weg. Maar heeft elke wielrenner gewoon te maken met hun uh, ja, vermogensprestatieverlies onder de 10 graden en boven de 25. Kijk, wat ook belangrijk is, is de... Hier, je weet niet hoe de mensen zich gekleed hebben. Dus nee. je zou kunnen zeggen, ja, die vrouwen, ja, die hebben zich gewoon onvoldoende gekleed op de koude misschien. Ja, maar dit vind ik klein worden, want ik, nu begin ik toch nieuwsgierig hoeveel mensen er zaten in deze studie. Uh, uh, paar honderd. Ik wou Echt zeggen, want veel. dan kunnen dit soort kleine nee. individuele verschillen, zouden er uitgemiddeld ja, moeten worden, Uiteindelijk toch? wel, ja, klopt. Dus je gaat hieruit, het zijn topwielrenners, hoogste niveau. Die weten heus wel hoe ze zich moeten kleden bij kou. En ook hoe ze zich moet kleden bij warmte. Ja. Kortom, die hebben ja, daar dan moeten eigenlijk dat niet erdoorheen spelen. En dan pak, kijk je puur van wat doen puur de temperatuur. Op uh, omgevingstemperatuur op dat prestatieverlies. En belangrijkste les. Brint bij zo'n 10%. In de eerste band weten, gauw meer bij kou. En bij warmte valt het mee. En dat ja. zal dan door die rijwind komen, gok ik dan. Hè? Je koelt beter op een fiets. Ja, wa waarschijnlijk. Ja, ja daar. Dan is de volgende stap snel gemaakt. We gaan het hardlopen. Ja. Nou, en dat is ook wel. Uh, nou, dit is een ander soort studie. We hebben een nieuwe grafiek op het beeld. Ja. En, uh, maar dan gaan we een stapje terug. Want de slimme uh, luisteraar. Ja. Van de <laughs> slimme podcast. Ja. Die zal zeggen: Ja, maar temperatuur zegt toch niet alles. Want luchtvochtigheid. Ja. Uh, het hangt een beetje af Want dat is een belangrijke factor om te bepalen hoeveel zweet ja, er afgevoerd ja, kan worden. Je weet zelf van als bij vochtige lucht, ja, loopt het niet zo fijn nee. en fietst het niet zo fijn als, uh, als bij droge lucht. Ja, dus we zien de in deze. grafiek. en uh, de andere factor is natuurlijk uh, de zonnestraling. Het, uh, ja, het, het kan 25 graden buiten zijn en, in de uh, en, ja. en er is geen zon. Ja, ja, ja. Of de zon schijnt uitbundig, bij 25 graden. Ja, wat vind jij? Uh, waar beleving. heb je meer last van? Ja. 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 Dus. Nou ja, uh, zij zijn dan, uh, in deze studie hebben zij, vond ik wel heel netjes gedaan. Want zij hebben 1250 hardloopwedstrijden bekeken. Hardloopwedstrijden? Ja. Dus nog veel meer proefpersonen, of in ieder geval veel meer ja. data van proefpersonen. En dan de uitslag van die hardloopwedstrijden, en dan ging het om afstanden van het steeple chase tot aan de marathon hardlopen en ze hebben het snelwandel ook nog meegenomen. Ja. En ze keken naar de, de toprenners en ook de, 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 de beste tiende en ja. de beste 100 en de beste 300. Ja. En daar AI op losgelaten en dan is gekeken, want in principe wordt voor elke wedstrijd wel bijgehouden. A was de buitentemperatuur, ook de luchtvochtigheid en ook uh, de hoeveelheid zonnestraling. Ja. En de windsnelheid. Ja. je hebt overal een meetstation in de buurt uh, en die factoren hebben zij meegenomen en de manier waarop namelijk bij in ieder geval hardloopwedstrijden eigenlijk sportwedstrijden gekeken wordt van hey ligt er gevaar op de loer uh, dat is de befaamde WBGT, de ja. uh, wet bulb global temperature, de wet bulb global ja, temperature, dat is eigenlijk de natte bol uh, globale temperatuur. Ja. ja, en dan moet je, ja, de natte bol, dat is een andere manier om temperatuur te meten. Dat is, ja, door een, uh, ja, toch een soort thermometer met een, ja, een, een vochtig kousje eromheen. Ja. Zoals ik het goed begrijp. Ja. Want, ja, dat is gewoon, als jij vochtig bent aan het, aan het hardlopen, ja, dan is jouw sensatie van de temperatuur ook anders dan dat jij uh, niet Zeker. vochtig bent. Hè? Ja. En de luchtvochtigheid, dus waar we het over hadden. andere... Is die globetemperatuur. temperatuur? Ja. Dat is eigenlijk uh, wordt ook wel de zwarte bol temperatuur gemeten. En dat is eigenlijk de in hoeverre je last hebt of van die zonnestraling. Dus je kan je voorstellen. Ja. Ja. En ja. Dus, nou ja, en dus die, je bent nu aan het uitleggen een alternatieve methode om, om, ja. om hitte te bepalen Precies. of temperatuur te bepalen. Ja. En dat is omdat je bij bij hardobestrijdigen vaak tegenkomt: Hey, de wedstrijd gaat niet door, misschien. Want de WBGT is te hoog. En dan nemen ze die. Paar en dan nemen ze dus mee. al die factoren ja. mee in plaats van alleen maar temperatuur. En dan denk je, die WBGT, uh, want dan kort er misschien wel een, een WBGT van pak een beet 25. geschetst. Ja, maar 25, hallo, dat is toch helemaal niet zo hoog. Nee. Maar dat komt omdat die WBGT vaak lager uitvalt dan de buitentemperatuur. Ja, Oké. Okay. Dit kun je in een grafiek zetten. Ja. We gaan terug naar de grafiek. En dat hebben zij gedaan. En dan hebben ze ook nog onderscheid gemaakt. Horizontale as staat die wet bulb global temperature. Link, en dat is dan weer, ja. Ja, weer een schaal van min 5 ja. naar 35. En rechts hebben ze dan de... de luchttemperatuur. Ja. Hetzelfde schaal, ook van min 5 tot aan 35. Ja, klopt. Ja. En op de verticale as zien we een percentage performance verlies, prestatieverlies. Ja. Want wat zij gedaan hebben, echt slim zijn. zijn die AI's. zijn echt slim. Is een mooie, mooie studie. Die kijkt gewoon naar per jaar eigenlijk ja. van de wereldbeste tijd. Ja. En die kijkt dan ook bij, die, uh, bij de renners die niet zo goed zijn, van waar hebben jullie nog meer gelopen dat jaar? Ja. Uh, of de, de 300ste in een bepaalde race. En dan op die manier kun je erachter komen, hey, in welke periode van het jaar liep jij het beste? Ah. En dat wordt dan per jaar dus eigenlijk bekeken, oké, okay, wat is de... Op... Liep jij het beste? Dus ja, die 300ste atleet. of de winnaar van een bepaalde race. Hey, ja, die marathon. pikken ze er dan uit ja. om die wedstrijden met elkaar en te vergelijken. En welke temperatuur? Of uh, temperatuur erbij bulb. en welke tijd. Ja. Nou, en dan als je genoeg data daarvan hebt, dan kun je op een gegeven moment wel zeggen, hey, de, de, de beste tijd van dat jaar wordt gelopen bij die en die temperatuur, die en die luchtvochtigheid, die en die zonnestraling. En op die manier kom jij erachter wat eigenlijk de optimale WBGT uiteindelijk is. Want ze hebben dit vanaf 1936 al gemeten. Wat? Ja, 19, zijn, echt heel ja, veel data. Ja, echt enorm veel. Nou, laten we maar eens naar die grafieken ja. kijken. Er zijn nou, allemaal we kleuren. De, de rode grafiek laten ja. we, want dat is marathon. de marathon, die vinden wij interessant. Ja, vind ik interessant. En dan zie je al dat, uh, ja, laten we... De... Ik ga even beschrijven voor onze luisteraars hoe die rode loopt. Dus in die linker grafiek, prestatieverlies bij de min 5. WetBuild Globe zit uh, rond uh, iets meer dan 3%. Dan krult die curve die een beetje omhoog. Dat is wel fascinerend. Hij, het is de hoogste waarde die deze bol, want ook dit is weer een soort bolvorm, bereikt, is <laughs> eigenlijk min 2%. Dus dat is blijkbaar, ik zou verwachten, hij gaat toch naar 0. Maar goed, het, het is altijd min 2 prestatieverlies. En dan loopt hij, hoe, zijn, zijn hoogste punt ligt rond de 10 graden. En dan loopt hij, hoe verder je naar rechts gaat, dus hoe warmer de temperatuur, loopt hij steeds. Steiler naar beneden. Dus oftewel, als je in, de, in het vak kijkt tussen de 25 en de 35 graden, verlies je zo 4, 5, 6, 3, 4 procent meer dan in het begin. Ook dit voelt redelijk intuïtief. Ja. Um, ja, die andere kleuren kunnen we zo naar kijken. Jurgen, begin eens even met het begin. Hoezo loopt dit niet naar nul? Ja, dan is er en altijd en prestatieverlies. Nu je het zegt, ik denk dat dat puur het uh, model is. Uh, die ze doorheen hebben geforceerd, okay. uiteindelijk. Ja. Dat dat de verklaring. want ik heb straks nog een, uh, een soort Excel sheet voor je. Ja. En dan gaat die echt wel naar nul. Dan gaan we dit kwantificeren. Ja. Nee, maar kijk, het belangrijkste denk ik hier. ja, jij beschrijft het al. dat er hier ook een soort optimale temperatuur ligt. maar wel een stuk nauwer dan bij het wielrennen. Ja. En, uh, want even dus... in herinnering, daar hadden we tussen de 10 en de 25 ja, graden, is dat een bandbreedte klopt. van 15 ja. graden. En uh, in, in dit geval, uh, voor de marathon is die vrij smal, maar eerst maar eens even, want die, die andere grafieken zijn dan toch ook wel interessant. Ja, we zien meer kleuren, de uh, groene grafiek is een 50 kilometer, dat is dan snel dat wandelen. Is snel wandelen ja. Ja, en dan zien we de gele grafiek, dat is 20 kilometer, ook snel ja, wandelen. Ja. En dan hebben we nog in het zwart de 10 kilometer race en in het blauw de 5000 ja. meter. Kijk, zij, uh, zij vatten dit uiteindelijk samen en overal merk je van er is een optimale temperatuur, maar die ja. ligt vaak iets hoger nog. Ja, dat klopt, ja, want de vormen van de grafieken zijn hetzelfde, maar ze liggen ja. verder naar rechts. Ja, en dat, uh, nou ja, een korte uh, even uitleg is: alles bij elkaar genomen stellen zij de beste manier om te hardlopen of te snel wandelen, alles samen is ligt tussen de 10 en 17,5 graden. Ja. Is vrij uh, dus breed, een redelijke brede ja, ja, Maar dat zou je hetzelfde kunnen zien als met die wielrenners. Die gaan soms ook korter, langer. Ja. Maar ga je dan onderscheid maken tussen de verschillende afstanden, dan zie je dat de 5 kilometer. Ja, die ligt een stukje uh, hoger. Hè? Een beetje ja, dat is de blauwe, bij blauwe lijn. 15, 17 graden, 7,5? Klopt, Ja. En de marathon lag dus lager, richting de 10 meer. Ja. ja, die snelwandelaars, ja, daar hebben ze of niet genoeg data voor. Wat ze. Je ziet, wat interessant is bij het snelwandelen... Dat doen ze blijkbaar niet als het koud is. Er is geen nee, data links klopt. van de 12 graden. Ja. En het andere is, dat verval is wel heel hoog. Hè, als ja, het daar warm wordt. Enorm. Hoger dan. En dat uh, nou, heb ik ook geleerd. Want snel wandelen zeggen zij. Weet je hoe dat komt? We hebben het vaak over snel wandelen. Dat, in deze minder, uh, dat is echt uh, heel weinig efficiënt. Dus praat je over ah. energieverlies aan warmte. Dus wij, ik had het ook dat... hiervan zeg ik Jurgen. Dat is weer best intuïtief. Want als je dat ziet. Dan ja, denk je ook. Die moeten er niet aan denken. Ja. <laughs> dus die, uh, ja, die bewegen van alles en nog wat. Die spieren zijn flink in, uh, aan het uh, duwen. Trekken en uh, contraheren. Uh, relaxeren. Maar zij produceren relatief zoveel warmte. En hou maar weinig over de beweging. Dat zij het echt bij hoge temperaturen. Nou, uh, die prestatie stort het enorm, in, elkaar. Stort in elkaar. Hou daar rekening mee. als uh, Beste snelwandelaar. Ja, precies. <laughs> nou, ik denk ja. vooral. Uh, die ene keer in de vier jaar dat ik snelwandelaars zie. Ja. is soms op de Olympische Spelen. Ja. dus heel knap. In warme Olympische Spelen. Ja, dus het hangt een beetje ja, af. Dus je kan prima 5 kilometer bij de 17,5 graad gaan uh, lopen. Maar ga je langere afstanden? Nou, hou rekening mee met prestaties. Ja, en waar moet je dan rekening mee houden? Ja. Dat, uh, hebben we, die data ja. heb je ook meegenomen. De, de, ja. de Volgende mooie praatplaats. Ja, nou, en dat is eigenlijk. Uh, 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 ja, een soort. Uh, tabel, hè, denk ja. ik. Want makkelijk met kleurtjes. Ja. Blauw in het midden. En blauw geeft aan. Van dat je amper prestatieverlies hebt uh, op de. Ja, even kijken. Ik De zou als... Ja, We hebben nu specifiek even over de marathon. zien we weer van links naar rechts ja. de temperatuur. Van min 5 tot uh, 35 als ik het goed zie. Ja, dan hebben we blauw is een prestatieverlies van 0. Een delay. Hè, een ja. te verwachten verliezen tijd. En op de verschillende regels zien we nog de PR-tijd die je hebt. Die loopt van 1 uur 50. Ik weet niet wie in de wereld een uh, marathon in 1 uur 50 <laughs> loopt. Uh, tot aan de bovenkant van 3 uur. Nou, wie weet, moet ik ja. daar ooit eens voor gaan? En dan, dan zien we hier eigenlijk wat je noemt de klassieke belcurve ook weer. Hè? Ja. Dus uh, eigenlijk ja. rondom die 10, 12 graden zit die blauwe streep. Oftewel de optimale temperatuur om een marathon te lopen. En dan kunnen we hier dus mooi kwantificeren. En dat was mijn vraag ook aan jou. Ja, leuk effect van temperatuur, maar hoeveel dan? En dan kunnen we dus zien dat hoe verder naar links, hoe verder naar rechts worden de kleuren van geel naar oranje naar donkerrood en daarmee in het donkerroze zie je dus de maximale ja. tijdsverliezen die je kan gaan verwachten. Dus ja, uh, pick your uh, tijd, uh, Gerrit. Wat wil jij ooit pick gaan lopen? Pick my profile. Nou ja, wat er in deze tabel nog staat is een, een PR van drie uur. Ja. Even in herinnering voor de mensen die niet geluisterd hebben: de afgelopen jaar liep ik de Rotterdam Marathon in drie uur achttien minuten. Nou, kan nog wel wat vanaf. Bij welke je... temperatuur, weet je uh, nog? Ja, was optimaal, zeiden we toen. Hè? Ja, was ja. volgens mij rond de 11, uh, 11, 12 graden. En de WBGT? Ja. Die heb ik oh, niet paraat. Ja, die niet paraat. Deze, uh, that, that, Hadden ja, we okay. moeten opzoeken. Nee, maar nogmaals, dit... je ziet het grafiekje. Zij kunnen onderscheid maken tussen temperatuur, buitentemperatuur en luchtvochtigheid. En die drie factoren. Ja. Dat is ook wel goed te vermelden. Van wat is nou het belangrijkste uiteindelijk voor de optimale omstandigheden? Ja, ik maak even ons haakje af. Ja. Maximale verlies, pick your choice, zei ik. Nou, Dan ga ik naar uh, de, de rij van de 3 uur uh, PR. En dan in de meest extreme, dus stel je gaat een 3 uur marathon bij min 5 lopen, dan lees ik daar 6,5 minuut tijdsverlies. En uh, aan de bovenkant, stel het wordt op een dag 30 graden, dan lees ik daar 7, bijna 8 minuten tijdsverlies. Ja. En alle uh, temperaturen daartussen ligt dus uh, ligt binnen die bandbreedte. Kortom. Ja, zeker. Significant effect. Ja, zeker. Ja, ja maar terugvindt ook meevallen. Rond nou, de vijf ik... minuten is een beetje je speling. Ja, maar dan toch. Uh, het heeft wel consequenties voor pacing. Als jij ja, uh, ja. Uh, ja, op je klokje gaat kijken en, uh, en of een bepaald vermogen. Ik denk dat jouw vermogensmeter. Op je schoen, daar wel rekening mee houdt, hè? Ja, in het PC. -plan. Ja, nou, uiteindelijk, en daarom zei ik, ik weet al dat dit een effect is. Want Guido ja. gaf mij natuurlijk ja. voor die marathon een vermogen op. Ja. En dat corrigeerde die voor de temperatuur ja. van die dag. We zullen zo aan hem vragen ja. hoeveel. Ja, wat ik wel. Altijd... Ik moet zeggen, als ik dit lees, joh, ik vind beenvallen. Ja. En het is natuurlijk maar tot de drie uur. Dus het zal zijn als we deze tabel ja, uitbreiden. Precies. en we gaan naar vier uur, ja. vijf uur tijden. dan wordt het dan natuurlijk vast al gauw twintig ja. minuten verschil. Want ik denk ook belangrijk uh, te vermelden is natuurlijk of jij geacclimatiseerd bent aan warmte, ja of nee. Want. Ja, een manier om met de warmte om te gaan. de valken van Rotterdam altijd. Ja. Hè? Dus uh, begin april, iedereen heeft in de winter getraind. En dan is het, het eerste warme weekend. Ja. Is dan die marathon van Rotterdam. En dan ben je dus niet geacclimatiseerd. Nee, nee. en dan kan je je verhelpen door uh, regelmatig in een sauna of een warm bad te gaan zitten. Ja. Of, uh, ja, Want op, acclimatiseren betekent dat jouw zweetklieren en je bloedsomloop erop ingeregeld is. Dat je snel warmte kan afvoeren. Ja, uitvoeren. klopt. En dus dat die kerntemperatuur niet snel oploopt. En op een gegeven moment, ja, er zijn wat. Uh, je moet dan uh, volgens mij acht dagen lang of zo, een minimaal een uur tot twee uur in die bepaalde temperatuur gaan zitten. Je kerntemperatuur moet je iets opschroeven, ja. zodat het lichaam daarop gaat reageren. We hebben, denk, hebben uitgebreid in de aflevering over 19 gehad, toen over ja. gehad. Ja. Nog één leuk feitje. We ja. hadden het onlangs met Bas van Horen over ja. wearables en gadgets. Ik was uh, kort voor de zomer in Italië. Was ja. ik aan het sporten bij uh, 29 graden. Begint die Garmin opeens ook ja. allemaal willekeurige meldingen te geven. U bent nu 15% geacclimatiseerd aan de temperatuur. Ja, ja. Nou, ik had echt de behoefte om Bas te bellen. Dan denk ja. je, wat is dit nou ja. weer? En, en hoe waar is dit? Ja. Maar goed, nou ja, alles helpt. Uh, ik denk dan alleen maar, zo mooi. Ik ben er aan te wennen. Ja. Nee, ja, sowieso denk ik toch leuk om uh, toch een aflevering nog eens een keer de sportgeloosje. Wel hè, helemaal, ja, gewoon wel. al die Van meldingen is ja. even uit de raaf. Ik heb nu natuurlijk ook mijn uh, toch maar mijn, mijn TomTom uh, 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 vervangen door een Garmin. Ik krijg ja. ook allerlei meldingen inderdaad nu s ochtends af en toe. <laughs> ik ben moet ik me. Ga niet sporten, want je hebt slecht geslapen. En, ja, dan weet ik ook wel met mijn chakraïnige kop, want het was veel te warm vannacht. Dus, ja. uh, vind je het gek. Ik vind en, de leukste en... melding die die uh, mij nu wel eens geeft, als ik als ik me eigenlijk heel slecht voel, want dan heb ik een hele drukke werkdag ja. en dan zit ik de hele dag achter mijn kantoor uh, zit ik op mijn rede niks te doen en dan zegt hij op een gegeven moment <lacht> u... <lacht> nee dat zegt hij niet Sander <laughs> hij zegt uh, ja zei hij dat maar wakker worden bewegen nee, hij zegt u uh, Ontspannen dag heeft uw hersteltijd met oh, ja. X procent, uh, versneld of zo. Je u maakt hier een soort compliment van? Moet je ineens gaan sporten? Nee, ja. vind ik toch knap ja. dat het ding iets waar ik me slecht over voel ja, dan ik, toch heeft omgedraaid naar iets ik positiefs. Ik zit nog wel eigenlijk alleen op nadelige uh, meldingen. Ja, ja, ja. ja. Nou, oké. Okay. Doen hey, we een uh, andere ja, Als aflevering. laatste dacht toch, toch even, want daar hebben we misschien te weinig nog bij stilgestaan. Het leuke aan die AI-studie is. Dat zij ook hebben gekeken van wat is nou eigenlijk de belangrijkste factor voor de ja, wat bepaalt Nou, die op voor de optimale omstandigheid is: ja. de temperatuur is de luchtvochtigheid. Ja, in hoeverre uh, spelen die verschillende factoren een rol in het prestatieverlies? Ja, en dan hebben ze eigenlijk dus ook weer gekeken van ja, uh, wanneer door, door per jaar te kijken naar die, die tijden. En dan kun je natuurlijk, ja, de, het zal niet, de, de ene keer zal het wat vochtiger zijn, de andere keer zal het wat warmer zijn, de ene keer schijnt de zon. Nou, uiteindelijk komen ze op gemiddelde, uh, ja, invloeden eigenlijk uit. Van de temperatuur is toch de belangrijkste factor als het warm wordt, de omgevingstemperatuur. Ja. Uh, 40%. Luchtvochtigheid 26%. Wind 16%. Stralingsterkste 18%. Oké. Okay. Dus ze hebben die verschillende factoren in de wet bulb ja. Uh, indicator een beetje uitgeraafd. Ja, en dan is in de praktijk hoe wordt er gelopen, en dan blijkt uiteindelijk ja, uh, daar kunnen ze dat soort percentages aan ophangen. Wat ook wel interessant was uh, of goed te weten, de helft van alle wedstrijden die zij geanalyseerd hebben en dus atletiekwedstrijden of ja loopjes tot dan ...marathons, snelwandel, stippelchase die vindt plaats in wat zij noemen neutrale omstandigheden volgens wat je hebt richtlijnen van de artiekunie bijvoorbeeld of de mm -hmm. wereld Bond, wanneer je gewoon wanneer het veilig is om te sporten. En nog steeds 25% in te koude omstandigheden, 25% in in te warme omstandigheden. Dus jij, jij zit natuurlijk meer in de wedstrijden, maar je kan volgens mij altijd wel uh, nou ja, het protocol is natuurlijk voor de organisatie om te vanuit die WBGT Waarde beslissingen te nemen, uiteindelijk. Moeten we uh, ijsbaden na afloop neerzetten? Uh, moeten we extra drankposten inrichten? Wanneer laten we doorgaan? Ja, ijsbaden om mensen snel te koelen. Ja, niet ja. zozeer om een test te bevorderen. Nee. <laughs> dus ja, dat zijn denk ik allerlei protocollen die uitgaan van de WBGT. En dan. Uh, nou ja, op die manier proberen ze daar nou ja, uiteindelijk mee rekening. Met terugwerkende te houden. kracht schrik ik hier wel een beetje van. Ik zat natuurlijk ook in het organiserend comité ja. van onze heuvelrug qua triathlon. Ik geloof niet dat wij deze protocollen hadden nee. klaarleggen. We ja, hadden, we ja, hadden dus prachtig weer. Hardlopen is, denk ik. Ik ben benieuwd hoe dat zit nou bij, bij triathlonwedstrijd. Nou ja, breng mij tot, tot het laatste onderdeel. Voordat zwemmen. we gaan zoomen met voemen. Ja. ja, ja, ja. Zwemmen. Ja. Ho ho, wacht even. Eerst even dit. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door, oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van kou op herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou, wist je dat een ijsbad de spieropbouw na inspanning belemmert? Nederlandse onderzoekers hebben dat aangetoond door hun proefpersonen met één been in ijswater te laten herstellen. en met hun andere been in water van kamertemperatuur. Hmm, interessant, maar hoe gebruik ik dat nou concreet om deze week aan de slag te gaan met mijn herstel? Door het ijsbad na een training gewoon over te slaan. Ook al zie je toppers hier wel eens reclame voor maken. Hmm, interessant. Nou, die laat ik met liefde links liggen deze week. Powered by BlackRoll Ik had gehoopt Wat is het van, effect van uh, watertemperatuur ja. op de zwemprestatie? Ik heb hem niet gevonden op deze manier. Zeg maar dat zij uh, idealiter heb je natuurlijk een zwembad waarbij je uh, die, die je laat opstoken pak een beetje van van 10 tot 25 of 30 graden. Ja, ja. En dan iedere keer zwemmen ja, meten. Ja, ja. Dat zou de ideale studie ja, zijn. Is dus niet gebeurd. Dus je moet het een beetje doen met. Uh, nou, ja, ik kwam één leuke studie wel tegen waarbij ze mensen bij uh, verschillende watertemperaturen twintig minuten hebben laten zwemmen. En dan ging het om bah, temperatuur van 10, 12, 14, 16, 18 graden. Ja. Met of zonder pak. En dan ja. 20 minuten zwemmen. En daarna deze ze een. En dat vond ik echt heel leuk voor, voor triatleten. Een uh, fietstest ja. uh, met een parcours. En dan gingen ze niet zozeer ze deels aan de tijd op het parcours, maar ook hoeveel fouten je maakte. Hoe vaak moest je eigenlijk van die fiets af. Ja, ik weet niet precies hoe het uh, pionnetjes neergezet. Ja. Om een beetje ook de... Nou ja, hoe alert ben je eigenlijk nog? Ja, dan kom je ook op triviale dingen. Bij 10 graden... Uh, zonder pak uh, ging het niet goed. Nee. Daar haakten ook mensen af. Die hielden ja. de het Goeie gewoon niet vol. Die zaten er niet gewoon in bad te pleberen op die, uh, die fiets. Ja. Uh, eigenlijk kwamen ze erachter dat je bij 12 graden echt wel een pak aan moet. Ja. Uh, en vanaf, 16, nee, vanaf 18 graden maakt het niet meer zo uit of je pak wel of niet aan had. Dat zijn trouwens fiets. ook de triathlonregels. Ja. Onder ja. de 16 graden water pak verplicht. Boven de 22, helaas, ja. pak uh, niet meer toegestaan. Ja. Nou ja, hoe zit jij? Ik ben ontzettend koud in het water. Ik vind het nooit uh, fijn. Vooral die eerste duik. Op een gegeven moment went het wel, maar ik moet dan wel even in, in beweging blijven. Uh, ik heb even gekeken wat zijn nou de Olympische uh, temperaturen eigenlijk van het zwembad. Ja, dat is best wel hoog, vind ik, 25 tot 28 Hè? graden. Ja waar de Olympische wedstrijden in ja. plaatsvinden. Ja. Want ik weet, uh, ook bij onze zwemtrainingen... In, uh, binnen de Utrechtse overrucht triathlon ja. team, de UHTT... dat wij dan in het uh, Laco-bad in Doorn wel zwemmen... Ja. Waar het op bejaardenstandje staat. Wat is dat? 28 graden of zo, ja. denk ik. Nou, dat is een beetje... En dan ga je, ga je dus echt zweten. Ja. Ja. Zweten tijdens ja. de zwemtraining. Vreselijk. Ja. Nee, dat zijn de, die oudjes en de, en de babybaden. Hè. Ik ja. Ik heb wel eens, uh, ja. babyzwemmen gedaan. Met, Terwijl uh, twijnen, inderdaad, het bosbad nee. is dan, uh, ja. was in het begin 19 graden. Wordt uh, dit jaar alleen verwarmd door uh, zon. Ja. ja. Dat lijkt koud, maar dat is eigenlijk gewoon lekker. Maar ik vind nee, ik vind ik, ik doe stevig als daar... Uh, ah je houd toch pak op aan. maar Je moet voor ja. sporten. Ja. Als, je, als je goed doorswemt is dat prima te doen. Nee, maar uh, ook juist dat is wel interessant. Want ik kwam even uit op de KNZB-richtlijn. Ik denk, ja, ah, nu heb ik ze te pakken. Alleen dat ging om polo wedstrijden. En er was een hele discussie. Bij polo wordt gezegd boven de 28 graden. Mag het eigenlijk niet meer. Okay. Maar er willen heel veel baden compensatie voor aanvragen. omdat die hun temperaturen opstoken vanwege die oudjes die ook ja. moeten zwemmen. Ja. En dan, je kan er compensatie voor krijgen. Um, dus het zit ergens rond hey, die oudje, ik zwem tegenwoordig in het bosbad s ochtends om een uur of 7, 8 het ligt er helemaal vol met oudjes die die temperatuur heerlijk vinden ja, dus maar volgens mij moet jij ook gewoon komt daar door, lekker komen zwemmen uh, Wim Hof denk ik, dat zijn de anderen dan moeten we ook met een aflevering het feit ligt daar gewoon van in het water daar weet jij ook, ja, uh, warmte wordt daar enorm uh, goed afgevoerd uh, Ja, ja. ja. Uh, Ik las er, ja, er nou, het enige fascine fascinerende is wel en dat heeft te maken met deze aflevering wat natuurlijk wel kan gebeuren en dat heb ik ook wel eens gehad in het bosbad dat je, volgens mij, het lijkt wel alsof er een soort tipping point is. Ja. Dus inderdaad, je gaat in koud water zwemmen, je gaat sporten en het lukt jezelf om, om alles warm te houden. Ja. En als, op een gegeven moment, je hebt oefeningen, als je op een gegeven moment op een punt komt dat je het koud krijgt, ja. krijg je het ook niet meer ja, warm. Klopt. Is het niet meer bij te zwemmen? Ja. Dus dat, dat klopt. Wel. En dan daarna. Ik kan dan ook helemaal niks. Je aankleden, afdrogen, schoenen aan. Nee, dat is toch wel één brok. Uh, en ja, en dan daarom dan. is het nog een belangrijke ja. triathlon-tip voor de wissel. Als je bijvoorbeeld je startband daar hebt liggen, leg hem al dicht aan en trek hem als een onderbroek ja. langs je lijf. En ga niet proberen dat soort clipjes allemaal uh, dicht te ja. staan doen, want dan wordt hem niet. En je weet waar de meeste doden vallen in de triathlon: bij het zwemmen. Ja, maar komt het door de kou? Ja. Nee, joh. Jawel. Echt? Of wat dacht jij? Dat ze niet kunnen zwemmen? Nee, ik dacht door een combinatie van uh, stress en het feit dat dat nogal uh, uh, problemen geeft als je aan het zwemmen bent. Ja, ja. Nee, volgens mij zit de factor temperatuur speelt daar daadwerkelijk oh, ook ja? een rol. Dat, hm. uh, ik vind het gevaarlijk om hier zo over ja, te filosoferen. Okay. Laten hey, we wil daar maar data wel aan. Dat uh, vind ik wel leuk. Van wat aan zwemdoden. Het gevaarlijkste onderdeel. Oh ja. Ja. Vearlijk sport. Leuk. Um... Hey, zullen wij nog even aan onze uh, bevriende uh, topsportcoach gaan vragen.? Wat hij precies, aan, hoe hij aan de ja. knoppen draait. Als het gaat om temperatuur. En uh, ja, wat ik dan ook nog uh, wel. Of hij dat gepersonaliseerd doet, weet hij van jou hoe jij reageert ah. op warmte en uh, hoe anderen. Dat of doen dat hij gewoon en, vuistregels uh, gebruikt. Ja, ja. ja, we gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen Guido. Hey, goedemorgen. Hey, uh, tijd om eens uh, het te gaan hebben over het bepalen van pacingstrategieën op het moment dat de PR's gelopen moeten worden en het bepalen van uh, uh, trainingsschema's als het ja. ofwel heel heet ofwel heel koud gaat worden. Ja. Uh, het effect van temperatuur. Of eigenlijk ja. heb jij uh, bij je huis een meet jij de WBGT? <laughs> dus niet zomaar de buitentemperatuur maar de befaalde wet bulb globe Mocht temperature. Ja. Nou dan bel ik Hein dan die weet dat allemaal. die meet dat allemaal. Ja, hoog... meet al, meet dat allemaal ja. Dus dan, uh, dan weet ik, heb ik de, de beste informatie. Oké, okay, dat is ook uh, wel uh, ja, zeer betrouwbaar. Ja, dat die heeft uh, een hele goede app daarvoor gemaakt. En uh, daar, kun je, uh, daar kun je dus heel veel goede informatie uithalen. Is dat een openbare app? Of heb jij die alleen? Uh... Die heb ik alleen. Oké. Okay. Ah, dat mag niemand anders gebruiken. Ja. Nee, dat is niet waar. <laughs> Vertel. Ik, moet even, ik moet even zoeken. KlimApp heet die volgens mij. En Klim is C-L-I-M, -E dus van Climate. Ja, ah, ja. En dan gewoon app, want ik dacht dat die het was. Ja. Maar gewoon achter elkaar. C-L-I-M-A-P-P. -E -P. Oh, oké. Okay. En dan zie je daar dus de, de Wet Bulb Globe temperatuur ja, op een dus bepaalde plek. Toch, dus daar toch veel meer. Als ik, hem, ik ga hem even voor het cameraatje houden, dan zie ja. je een beetje. Met een uh, kleuren van, uh, van blauw koud naar rood heel warm. Ja. En ook heeft dit te maken een beetje met um, werk. Uh, kun je bepaalde werkzaamheden doen. Um, welke kleding heb je daarvoor nodig? Hoeveel warmteproductie doe je heb je daarbij? Hoe moet je koelen? Ah oh ja, handig. Ja. Je wil zeggen, dit is heel veel leek, breder dan alleen voor sporters. Dat is ook ja. voor mensen die in uh, fysieke werkzaamheden zitten of buiten werken. Ja. Um, en nu is dan dus mooi, dus vet, dus leuk. Die wet, You ja. heard it here ja. first. Dus dan hebben we nog betere informatie over de, de wet bulb globe temperature. En nu is de vraag: wat gaan we met die informatie doen, Guido? Met name rondom sporten. Ik heb jou met jou aangegeven rondom de marathon: heb jij wat gedaan met mijn pacingsvermogen op basis van de weersverwachting? Ik wil ook eens even mijn Breaking 20 op de 5 en Breaking 40 uh, op de 10 met jou gaan inzetten. Ja. Uh, hoe bepalen we nou welke dag we dat gaan doen? Of wanneer zeggen we nou we breken af, want het is niet haalbaar? Ja, die wet bulb, globe temperature is heel belangrijk eigenlijk daarbij. Het is iets anders, het heb eh, waarschijnlijk wel uitgelegd, dan gewoon de temperatuur. Ja. Mm -hmm. Het is een combinatie van luchtvochtigheid, temperatuur, wind. En daar heb je een andere schaal in. Nou ja, als je, in, als je op die schaal in een zone komt waarbij je eigenlijk nou ja, risico op, hyperthermie, oververhitting... Ja. dan kun je maar beter... je um, recordpoging... op een andere dag gaan plannen. Ja, hè, zo, zo, zo rigide is het eigenlijk wel. Ja, tenzij je... 100 meter sprint gaat doen, want... Ja. Ja. daar heb je niet zoveel risico door op, want... dan is gewoon lekker de luchtdichtheid... is lekker uh, uh, laag... dus dan kun je makkelijk... door de lucht heen knallen. Ja. Maar... 5 kilometer of 10 kilometer... ja, maar dat zijn afstanden, Dan gaat op een hele hoge intensiteit... en is nog wel zo lang... dat je daar echt heel erg warm door kunt worden. Ja. En uh, dat is niet af, zinvol. Afbreken is één scenario. Uh, uh, wat is wat jou betreft... Een, 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 is dat een harde waarde... of is het een schade? Hoe, hoe bepalen we dat? Ja, dan ga je toch met percentages... Uh, stel dat de 30... Uh, tot gewoon de, de temperatuur... 30 graden eh, of, of hoger is... en de luchtvochtigheid 80% of hoger is... dat is een vrij drukkende dag dan. Dan weet je... als ik dan mijn normale waardes... Die ik eigenlijk, waar ik bij getraind heb tussen de 15 en 20 graden... met luchtvochtigheid 60, 70%... als ik die ga aanhouden... dan ga ik niet, dan ga ik niet uh, vasthouden. Niet dan, nee, moet ik, gewoon dan moet ik echt 5, misschien wel 10% lager gaan zitten om dan een reële inschatting te maken van wat je de, uh, bij die temperatuur nog kunt. Ja. Wat, en ja, wat, maar... wat eigenlijk nog een, nou ja, de laatste jaren eigenlijk als nieuwe technologie eigenlijk op de markt is, is dat je gewoon je kerntemperatuur ook kunt meten. Ja. Met een pil. Dat kan, toch? Met een pil? Een pil? Dat heb ik ook gedaan. Daar, dat is nogal, nou ja, moeilijk. <laughs> Want je hebt daar ook weer een apparaatje voor nodig. Wat niet zo direct op je horloge is af te nee. lezen. Dus je hebt dat, dat, daar moet je nog een ander ding voor meenemen. Maar je hebt tegenwoordig ook ah. een core. Okay. Ik eh, zeg Tempel even voor onze u... luisteraars: er wordt nu ja. een apparaatje voor de camera gehouden. Ja. Een, een witte. Wat is het? Dit uh, is een soort clip. clip. Ja. Ja. En als je de sub, we hebben de uitzending van de Sub 7, Sub 8 gehad. Christian ja. Bloemenveld. Ja. Op zijn. Uh, hartslagmeterband zit ook zo'n sensor. Aha. Wat meet die? Huidtemperatuur. Dat is niet hetzelfde als kerntemperatuur. Nee. Maar ondertussen is het algoritme van deze sensor zo goed doorontwikkeld dat hij uit die huidtemperatuur de kerntemperatuur kan halen. Dus krijg je eigenlijk op je horloge te zien wat is jouw kerntemperatuur nu? Hmm. Ik heb meteen honderd vragen. Is dit een individueel model van Christian Bloemenveld... wat hij zelf nee. heeft moeten trainen en kalibreren? Of is dit een groter gemiddeldes model? Dit is inderdaad een groter gemiddeldes model. Maar een mens is dit... Ja, weet je, die, die, die zien er, hè, de sporters zien er redelijk gelijk allemaal ja, uit. Uh, okay, dus dat nou, is niet zo risico. We, we hadden het toen over Bloemenveld. Die zag er echt wel anders uit dan die Keniaan voor hem. Dat Qua, klopt. Uh, maar dus... zei, uh, als je hem bekijkt als gewoon een, een lichaam... <laughs> met een, een, een bepaalde afstand tot de huid en uh, de opwarming van een lichaam duurt vrij lang mm -hmm. en de, de afkoeling daarvan ook. Ja. Ja, ja. En daar heeft het eigenlijk mee te maken. Ja, okay, dus dat je kan dat algoritme ongeveer, goed berekenen. Ja. Als die huidtemperatuur 33 of zo is, dan weet hij ongeveer. Dan gaat hij daaruit berekenen van wat je kerntemperatuur 38,5 is. Ja. Maar dan ga ik ook meteen denken: dan mag je geen bidon met water over je heen storten. Want dan gaat de core in ja. de war. Want We dan zijn, de, gaat die meting en dan denkt hij, hé, hey, de huid is op. lekker koel. Kortom. Ja, direct daaronder. Maar dat, dat is maar kortdurend effect vaak, hè. Maar het nee. is natuurlijk ook zo, als jij water over je heen gooit, dan is dat verkoelend. Ja, dus dat klopt. En dan, dan werkt dat ah, en dan okay. zal je kerntemperatuur daardoor ook ja, minder okay. snel ja. oplopen. Is die daar, ook, daar corrigeert die voor, hè? Wil hij voor. Hij is zo ja. goed dat hij eigenlijk... Uh, Ik heb hem een paar onstandigheden... keer geprobeerd okay. al. Ja. Ik moet echt heel erg mijn best doen... Ja. om echt wel boven de 39 uit te komen. Hey, en nu uh, de hamvraag. Oké, okay, dan heb ik een nieuwe sensor... met een nieuwe meetwaarde realtime... Ja. op mijn pols. Ja. Maar de echte vraag is... wat doe ik daarmee in ja, mijn dan moet sportprestatie? Dus, Daar moet je dus mee gaan trainen. En, en jezelf leren kennen... van hoe snel... loopt mijn kerntemperatuur... bij bepaalde omstandigheden op. Ja. Hè? Dus als het warm is en je gaat... Een lange training bijvoorbeeld, je, gaat, je hebt een, een duurloop van uh, meer dan een uur. En je hebt dat ding om, dan zie je op een gegeven moment dat je. Nou, achteraf kun je dus je hele temperatuurcurve uitlezen. Ja. Hoe hoog is die dan gekomen? En als jij, waarvan we weten, hè, als je 41 graden kerntemperatuur hebt, dan gaat het echt niet goed met je komen. Nee, nee. Dat is super gevaarlijk. 40 graden of daarboven, dat is nog niet direct heel gevaarlijk, maar dat gaat er wel al. Uh, um, dat gaat wel een gevolg hebben voor je prestatievermogen. Want dan gaat je prestatievermogen echt wel terug. Ja. Dus als je dan gaat kijken, nou ja, weet je, eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat mijn kerntemperatuur, als ik die op die manier meet, niet te hoog oploopt, niet te ver boven de 40, maar toch gewoon tempo kan blijven draaien. En dan moet ik dus misschien andere koelingsmechanismen of strategieën gaan toepassen om dat voor elkaar te krijgen, zodat ik eigenlijk dat prestatievermogen goed blijf houden. Ja. Concreet zag ik ook nog te denken, dit is wedstrijden en verwachtingen, noem maar op. Maar kijk, jij begeleidt een pakken atleet als uh, Gerrit Heikoop. <laughs> en, die krijgt dan elke week, in het begin van de week, een mooi schema. Hè? Dan, uh... ja. Maar je ziet ineens in de loop van de dagen dat die temperatuur in Nederland ja. omhoog schiet. Het wordt ook nog vochtig en hij heeft net een uh, pittige intervaltraining uh, ja. voor zijn kiezen. Wat uh, gaat hij dan ja, ga je ad hoc nog even ja. aanpassingen doen in het schema voor hem? Ja, ja niet zozeer. Dan, dan, ik probeer wel bij mensen, als ik, uh, nou, soms heb ik het niet bij iedereen, maar helemaal scherp. Maar die, ook, die heeft ook een hele hmm. intensieve training. Ja. Um, maar dan is het meer een algemene opmerking. Daar staat een hele intensieve training. Het wordt morgen 35 graden. Doe het heel vroeg. Ja, ja. Of, of ja. ga iets terug in intensiteit. Want anders is het niet te doen. Ja. Nee. ja. Maar je kan wel, want ik weet van die vermogensmeter, uiteindelijk voor het hardlopen. Ja. dat je ja, dan in ieder geval het Rotterdam ja. ging Rotterdam je mij een, een aan, pace he? geven waar jij je... nee, dat was het misverstand. Okay. dat, dat heeft, misverstand. Dat heeft u u uiteindelijk Koen de Jong in die bonus ah. zitten ah. Te vertellen, maar dat bleek helemaal niet zo, nou zo te oh, zijn. Dat dus dat is ja. goed, dan kunnen we dat gelijk even rechtzetten. Ja. Ja. Maar er is wel iets met hardlopen de stride, ja. vermogensmeter... Datzelfde. en uiteindelijk de wedstrijd pace die jij mij opgeeft, daar ging je enorm de temperatuur bij halen. Ja, wat doe je? Je hebt Power Center en Power Center is het platform van Stride. Ja. En daar kun je wat, um, uh, daar kun je voorspellen of een beetje je plan maken van wat moet ik dan als ik een halve marathon loop en ik, ik kan dat vermogen lopen, wat voor een tijd loop ik dan? Daar staat ook bij, omdat die stride heel veel data we ook verzamelt. In welke je hebt gemiddeld getraind in een omgeving van 15 graden en de luchtvochtigheid was altijd ongeveer 75 procent. Als je dan weet van, nou ja, wacht even. Ik ga zondag de marathon lopen. Dan is het geen 15 graden, want de voorspellingen zeggen dat het 30 graden is. En de luchtvochtigheid is maar 60%. Als je die dan invult, dan gaat het model zeggen. Met deze omstandigheden kun je maar beter het vermogen wat gaan aanpassen. Want dat is veel belastender. En dat ga je niet volhouden met die vermogens die je getraind hebt bij die 15 graden en 75%. Ah, dus, dus dat zij... is een. Rekenmodel. Ah, Oké, okay. exact. Dus zij, zij doen waar deze aflevering over gaat: hoe ver moet ik nou mijn prestatie aanpassen aan de omgevingstemperatuur/vochtigheid, de, de, de wetbulp, zeg maar. Ja. Dat rekent, rekent hij voor je door, ook nog op ja. basis van je individuele prestaties. En ja. geeft hij dan een aangepaste advies, Pace. Ja. ja, dan zegt hij nou, weet je, als het te warm ja. wordt, dan kun je maar beter. Nou ja, dan ga je dus 8% van het vermogen afhalen. Want dat is denk ik de terugval die je krijgt... doordat de temperatuur anders is ja. Maar je moet dan wel zelf handmatig even... de in aangeven ja. wat de temperatuur is. Ja. En, okay. en dat was de vergissing ja. wat Koen zei. Koen vertelde iets over dat dit automatisch ja. allemaal zou gebeuren. Ja, Koen, dat, uh, Koen dacht dat het eigenlijk dat jouw uh, horloge dan zou ja. zeggen... Ja. omdat hij van de site... die gaat dan zeggen... ja, oh ja, ik merk nu dat het de 30 graden ja. is... dus, dus je dan nu ga ik het aanpassen. Ja. Nee, dat, is nee, dat kun je alleen maar op die website. Ja. Toch nog even een paar kleine vragen hierover. Uh, die core, uh, meten, kerntemperatuur, daar denk ik wel een beetje van. Als ik goed luister naar jouw uitleg in het begin van de aflevering, Jurgen. In hoeverre uh, reguleert het lichaam dit zelf niet? Zeg maar, hè? want als, als ik dus blijkbaar krijg. Ik krijg een nieuwe waardeomologie ja. en die vertelt me iets over mijn kerntemperatuur. Ja. ja als mijn kerntemperatuur richting de 40 gaat lopen, dan gaat in mijn lijf toch ook al alles protesteren. Mm -hmm. ja, dat. ja, maar dat, dat is wel een gevaar. Want als je. Dat kun je, kun je ook heel veel filmpjes op ja. YouTube vinden van sporters. Um, op een gegeven moment loop je. Je wilt, hè, de, de, de drang om te presteren, je hoofd wil door. Ja. En dat, dat ken je van veel sporters. Dus die negeren vaak ook bepaalde signalen. Want we moeten door, ook al pff, gaat het steeds zwaarder. Ja. Naarmate de temperatuur dus op gaat lopen. Gaat je coördinatiegevoel, je, je neurologische capaciteit in je, van je brein, van je hersenen, wordt slechter? Ja. En dan zie je ook mensen, dus die gaan gewoon zwalken. zwalken. Ja. En die hebben ook geen idee meer dat ze te heet zijn aan het worden of ja, op een gegeven ja, moment ja, ja, wat er ja, ja. gebeurt. Die zijn, hè, die, die zijn niet meer goed. Uh, um, nou ja, om te de, om zelf te bedenken van, oh wacht, wat er nu gebeurt. Ja. is zijn echt eigenlijk goed. in een bepaalde mate niet meer toerekeningsvatbaar, als ik jou zo Nee, dus luisteren. die moet je beschermen en die moet je er, moet je er gewoon uithalen en afkoelen. Ja, oké, okay, maar dan ga ik nu naar de andere kant van het Spectrum. Want ik zit hier sceptisch te zijn, leuk zo'n sensor, maar dat heb je toch zelf wel in de gaten. Nou, jij zegt eigenlijk, nou, als het misgaat, heb je dat niet meer in de gaten, dan kan ik hem ook omdraaien. Moeten we niet allemaal gewoon met zijn koorsensor op het lijf gaan lopen? Nee, kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar. Um, Kijk, je kunt alles gaan meten om te denken: van ja, maar als je daarboven komt, dan moet je er ja. rustiger aan doen. Kijk, er zijn nog meer, er zijn, nou ja, 75% misschien wel van de sporters die gaan. Ah, die gaan zo Al lang eerder ja, aan ja, de rem trekken. Want ja, ja. die denken: ja, pff, ja, het is goed geweest vandaag. Want ik vind het veel te warm. Die zijn gewoon zelf. Die, die zijn wel de verstandig, de... wil je me zeggen. Ja, ja. Dus eigenlijk, het heet De Slimmer Presteren Podcast. Maar zo'n core temperatuursensor is meer een beetje voor de dommere... Hè? Dat is eigenlijk dommer Eigenlijk presteren. wel, als een soort... Ja, nee, dat uh, ook ja. niet. Oh. Nee, want weet je, je, je zoekt, natuurlijk, je zoekt je natuurlijk als topsporter wel de grens op. Voor de topsporter, ja. Ja, ja, ja. ja, in ieder geval de En ik denk ja, maar ik wil mezelf beschermen. Want als ik, ik voel niet als, het me, als ik te ver door ga drukken. Ja. Maar dan krijg ik wel, zeg maar... Feedback van dat ding. denk Ja, maar dit is 40,5. Als je nu gaat doordrukken, dan ga je echt in de, in de diep rode zone. En dat is niet goed. Dus ik moet gewoon terug. Ja. Wij willen gewoon ja, goed nadenkende, zelfbewuste, zelfregulerende ja, atleten hier, uh, creëren. Ik zit hier niet voor niks te stoken. Want ik, ik moet onmiddellijk <laughs> denken aan Triathlon Del in uh, 2019. Waar het ook 30 plus was. Sticky, sticky uh. heet. En uh, ik kan helemaal onderschrijven wat jij zegt toch Guido, want ik denk dat eigenlijk het al, al drie keer had ik het idee, dit moeten we niet meer doen. Ja, ja. Maar dat doen we wel. Ja, ja. <laughs> en je gaat ja, ja, toch ja, ja, van waterposje de... naar waterposje en het wereldje ja. wordt steeds kleiner en je gaat dan maar gewoon op naar die finish toe. Ja. Ik weet wel, uh, en met nog een eindsprintje ook, dat ik daar toen op een gegeven moment, daar kom je zo'n speeltuin in en daar stonden gelukkig uh, koude uh, waterstralen te draaien. Daar heb ik echt vrij lang onder staan. Dat ja. ik ook echt dacht, dit is wel een heel dun randje waar ik nu op gelopen ben. Dit gaat bijna niet meer goed. Nee. Nee, uh, weet ja. je, een hitte, oververhitting, hyperthermie, wat ik al zei, is heel gevaarlijk. Ja. Ja. weet je Onderkoeling is, is, is ook niet fijn. En dat kan ook leiden ondertussen natuurlijk op een gegeven moment tot, tot uh, de dood. oh ja, zelfs tot de dood. Ja. Nou ja, weet je, dat is het fataal. Als je, vijf, als je echt onderkoeld bent door wedstrijden, dan presteer je ook niet meer. Dan heb je het alleen maar koud en dan zit je te rillen. Maar dat is, heeft niet zo direct een heel erg groot gevaar. Als je oververhit raakt en je door, boven een bepaalde kerntemperatuur komt, dat geeft denaturatie van eiwitten. En dat is gewoon een eitje bakken in de pan. Als je dat afkoelt, dat wordt niet meer een dooier. Ja. Dat is, ei, weet je... Dat, mooie ja, ja. ja nou, maar dat, dat, dat gaat niet meer terug dan. Als je eiwitten stuk maakt door ze te verhitten, te hoog, dan is het stuk. Ja. Dus dan heb je gewoon schade. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het toch... en ik blijf dit een, een fascinerend... maar ook moeilijk onderwerp vinden... over wat het advies nou is. Hè? Want, want, want we hebben een hele aflevering gemaakt... over sporten ja. in de hitte. We kunnen, we, wij, en je wijst terecht nu weer op het gevaar, hoor. En, en het, zeker als uh, gasten als mijzelf... en nog jongere gasten met veel testosteron... die ervoor gaan... die door alle signalen heen lopen. We kennen natuurlijk, denk ik, allemaal... dat, dat fameuze filmpje. Wat is het, Sembla? Van die gozer, uh, jonge gast... die bij een, een dag dat het maar 2, 23 graden ja, was... Okay. Uh, zichzelf ook in de hitteberoerte inloopt... Maar ik denk dan ben we wel zoekend van. Ja, wat wat is ik nou vind het soort anekdotes deels van die er weer uit belicht worden door de media? Natuurlijk dat Gabrielle Andersen uh, 1984 ja. uh, Los ja. Angeles, die die ja. Zwitsers, die zwalkend over de race. En in dit geval, ja. En dan, ja, zij is later heb ik nog een keer een gesprek met haar. En zij zei, dezelfde avond Gezien, was ze nog hè, prima. Denk ik is een woord dat je ja. teruglaat. <laughs> en zij zei, ja, ik wilde zo graag die finish halen. Ja, dat is dus die balans tussen motivatie ja, ja. van ja. door willen gaan. Ik denk dat bij 99%, ja had ja, het van de mensen ligt. De, ja, de, dat, die op een gegeven moment zeggen, ja, stik er maar in. Ik, ik ga niet. Ik ben ik klaar mee. mee. Ik kan niet meer. En dat, maar het is net die 1% van die ja. atleten. Die op deze manier in staat zijn om. Het wordt altijd vergeleken met hoe lang kan jij je vinger in, een, in, een, in de vlam houden. Hè? Ja. Een soort die inhibitie eigenlijk van tegen het protesteren van je lichaam. Ja, dan zijn wat onderscheidt de toppers echt van de, ja, de, de recreanten, niet toppers, is de mensen die kunnen dat, die, die protesteren, die signalen, ja, ja. toch ja. langer ja. die vinger in die vlam houden. Ja, ja en die. Ja. die ja, die zie je dan. En juist ja, die ene jongen, ja, het kan gebeuren. En, maar dat is juist ook het misverstand volgens mij dat het vaker gebeurt juist op de vijf of tien kilometer. Want dan ga je echt zo'n hard tempo uh, ja. zwengel je aan. Daarmee uh, ja, creëer je als lichaam zoveel warmte. Ja. Dat je daarmee inderdaad sneller tot dat kookpunt kan komen. Als eigenlijk ja. bij een marathon, had je toch een relatief lage tempo. Ja. Ben, ja, ik zou toch nog zeggen: ja, je moet dat leren. Hè? Leren luisteren naar je lichaam. Daar hebben we hebben het ook vaak genoeg over gehad. Maar er zijn ja, situaties dat dat lichaam toch, zijn, ja, toch slechter luistert. Nou, dat heeft ook te maken inderdaad met, nou ja, wat, met wat de kop. Aflevering ja. 100, placebo. Ja. Ja. ja, en in die zin is misschien zo'n extra. Sensor handig. Aan de andere kant denk ik ook nog steeds, waar we het over gehad hebben. Er zijn natuurlijk strakke protocollen, richtlijnen voor sportwedstrijden, in ieder geval hardloopwedstrijden, ja. die goed bij aan af, uh, ja, afhankelijk van de WBGT beslissen. Nou, het wordt uh, ja, kritisch. We lassen het zelfs af of we moeten extra drankposten ja. en ABO-posten. moeten ja. alles in de gaten ja. houden. Ja. ja, meer kan je niet doen, denk ik. Meer kan je niet doen. Ik moet ook denken aan die befaamde Dam-to-Dam-loop. Ja. Toen ze warm was, ja. hebben we uiteindelijk moeten aflasten. Maar toen was ook al de hele dag voor ons als speakers het ja, protocol ja. dat we tegen iedereen vertelden. Ja. Je gaat vandaag geen PR lopen. Het is geen wedstrijd. Dat. Uh, ja, ja. Uitlopen. Maar ja, weet je, je ziet het. Het probleem komt dus als het plotseling warm wordt. Ja. Als mensen een acclimatisatieperiode hebben gehad, hè, stel dat het al een, een week of twee weken al een tijd warm is. Dan, is dan, dan wen je daar al aan. Dan kun je er al beter mee omgaan. Dat is niet voor niks dat ik sporters daarvoor heb getraind als ze een wedstrijd hebben in een land waar het gewoon heel warm is. Mm -hmm. ja. Ja. Hè, hè, je ze, toen je naar Tokio moest, hebben we ook een warmteacclimatisatieperiode gedaan. Al daar ter plaatse, toch, denk ik? Of doe je ook nee, iets zo in Nederland? In Nederland, in die, ja. in die klimaatkamer. Ja, Elke dag precies. een uur trainen in die klimaatkamer om te wennen. Ja. Maar het ja, is een goed punt wel wat je noemt. Want er was zoveel kritiek, bijvoorbeeld op Tokio. Ik lees ook heel een artikel. Laas, die zei nou. Over vijftig jaar, waar kunnen we nog de Olympische Spelen met? Uh, Omdat ja, de global warming, ja. of zo heet. Nee, maar dat is denk ik ook met, met uh, de wedstrijdkalender. Ja, in, uh, in, in warme landen hebben ze altijd die hardloopraces heel vroeg. Nou, ja. Dat gaat het, ja, ja dat, dat zul of je hier ook wel zien. Of s'nachts, sna ja. ja dat... In ieder geval een stuk minder overlast voor het verkeer. Ja, huh? wie weet. <laughs> Mooi. Dankjewel Guido. Uh, nog ja. uh, uitsmijters voor uh, sporten in temperatuur, hoge vlaag? Of, laag? of uh, denk je dat we hem goed gecoverd hebben? Nou, weet je, als het, als het buiten te warm is, um, uh, hou het gewoon rustig. Dat en uh, doe, een, doe een petje op. Uh, stop dat in het water en uh, koel jezelf goed af. En het belangrijkste gewoon, we gaan geen PR lopen die dag. Nee, precies. Ga jij uh, zaterdag uh, je PR uh, fietsen nog in uh, Renkum? Ja, dat wel. Okay. Dat is volgende week pas, hè? Ja, ja precies. Ja, ongeacht de temperatuur, toch? Want ja, ja, jij hebt toch ja, alleen okay. het fietsonderdeel. Dus uh, hè? Ik. ik temperatuursensor op. Ja, en kijk. ik hou hem in de gaten. En ik gas ja. erop. Dat is verboden, ah. hè? In Renkum zijn dat soort dingen. Gadgets verboden, wist je niet? Oh, je mag daar geen. Nee, oh, maar helemaal dat zie leks. niet. Het zit geen... onder mijn shirtje. Ja, onder mijn middel. shirtje kijken ze niet. Okay, ja, nou, ik krijg er wel zin in. Als ja. we het zo ja, hebben. Heel leuk. goed. Hey, uh, ik uh, ga nog eens iedereen uitnodigen. om met ons mee te praten. Dat kan op een aantal manieren. Via de social media. op Podcast. Nee, niet op. Wij zijn de Podcast Op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering. een eigen post. Die kan je retweeten. Hartjes geven of op reageren, of je kan ons natuurlijk een dm'tje sturen. Je kan ook ons vinden op onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Daar kun je ook reacties onderschrijven, zodat ook alle andere luisteraars die op die pagina komen dat kunnen lezen. Met jouw aanvullingen, met jouw ideeën, met je kritische feedback. Uh, of je kan uh, ons mailen via post at slimmerpodcast.nl Dat kan ook met al je vragen, met je suggesties of uh, met uh, praktische aanmoedigingen voor uh, de Cross Triathlon in Renkum uh, volgende week bijvoorbeeld. Of uh, als je deze aflevering later terugluistert om te vragen hoe het was. Uh, nee, daar kun je dan beter gewoon even terug gaan kijken op onze social media kanalen slimmerpodcast. Mooi, Jurgen, dankjewel. Guido, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Succes hè. Jo, hoi hoi. Nog even goed om te weten, wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.